Dus de Metal Crusade is nog niet opgenomen. En vanaf nu wordt het allemaal opgenomen. En de chats die zou ik aan het einde ook saven. Ik begreep dat Sofie heeft problemen had met de tolk. Is de tolk van Sofie er inmiddels bij? Ja, het wordt lastig, denk ik, voor Sofie. Nog niet. Gaan we toch door. Sophia, die, haar tolk is in een andere groep toegedeeld. Dus dat is even een probleem. Maar ik neem aan dat dat wel gecorrigeerd wordt. Maar wij gaan alvast starten met de instemming van Sophia. Dus Henk, wil jij starten? Ja. Zeker. En dan ga ik mijn scherm delen. Met jullie. Share. Oh, je moet dat ook nog op drukken. Ja. Nou, dit is nu goed te zien, hoop ik. Zoals ik in de inleiding al aangaf, hè, droogte, verdroging, nemen we nu als situatie, als belastingssituatie, eigenlijk alleen maar mee bij de toets op macrostabiliteit binnenwaarts. En ik wou in deze sessie eens ingaan hoe goed we dat eigenlijk doen. Kennen we die invloed goed genoeg? En vergeten we niet iets. En ik zal dat starten met een wat bredere blik op de veiligheid van de dijk. En dan eens kijken wat jullie waarnemingen zijn, jullie ervaringen. En of we op basis daarvan niet eens beter moeten nadenken over of we het nou wel echt zo goed snappen als we denken. En dan kunnen we in die tweede ronde nadenken van wat betekent het nou voor je werk. Eigenlijk met je die punten die Bart al aangaf. En beginnen we weer bij Wilnius, toch maar. Overduidelijk stabiliteitsverliezen, dat helemaal conform de hypothese is dit de invloed die je verwacht. Hele brede moot van de dijk, ik geloof iets van 60 meter was het destijds, is afgeschoven. Eigenlijk horizontaal verschoven. En ik begreep dat het hele deel van het binnentaluut nog zo'n beetje dezelfde hoogte had als het niet afgeschoven dijk. Dus dat die echt letterlijk horizontaal is verschoven. Blijken er toch wel meer van dit soort gevallen te zijn geweest. Dit is een plaatje, ik hoop dat het zichtbaar is, maar ergens halverwege zie je een soort weggeschoven binnentalud op deze tekening staan. Dit is een doorbraak van de Soetermeerse polder. Volgens de referentie was dit de zomer van 43. Pin me daar niet op vast. 47 heb ik beter in beeld als een hele droge zomer, maar in ieder geval... Klaarblijkelijk geeft ook dit plaatje een beeld van een heel breed stuk dijkpad is weggeschoven. En zo'nzelfde plaatje hebben we hier dan nog in Ierland, een kanaalkade in een veengebied. In 1989 ook duidelijk een geval van stabiliteitsverlies kun je zeggen. Dus dat past allemaal een beetje bij het beeld wat we denken te hebben over wat er met een dijk kan gaan gebeuren. Ik moet wel zeggen, dit plaatje in Ierland, dat was een dijk die in januari is doorgebroken. En hier werd de oorzaak toegekend aan het langdurig nat zijn van de dijk. En dat daardoor de sterkte van het veen was achteruit gegaan, doordat het was verweerd, was gaan verrotten. En dat daarmee de schuifsterkte was afgenomen en dat daardoor afschuiving heeft plaatsgevonden. Dus... wel macrostabiliteit, maar het sterkteverlies wordt daar toegekend aan het deterioraten van de sterkte van het veen. En dat is dan wel weer grappig, want ik zag in hele oude octrooien van Nederlandse inpolderingen, droogmakerijen, dat er bij veendijken juist soms een kleikist aan de binnenkant werd verplicht, of zelfs een slootje halverwege het binnentalud, om het veen goed nat te houden. En hier wordt juist het nat zijn van het veen verondersteld de oorzaak te zijn geweest. Dus dan vraag je toch af, zien we het wel allemaal goed? Maar goed, wat ik zei, nu is het allemaal erg op stabiliteit gefocust. Er moet een dijk dus wel droogtegevoelig zijn. Dat hangt af van op welk niveau in de dijk bevindt zich dat veen en kan het ook daadwerkelijk verdrogen tijdens een droge zomer.
En dan kan er inderdaad stabiliteitsverlies optreden. En die combinatie van, nou ja, de droge zomer evident, maar ook een droogtegevoelige veenkade was in Wilnis ook wel echt het geval. Dus dat op zich, dat klopt allemaal, maar dan toch weer terug naar die vraag, doen we het wel goed? Snappen we het helemaal en vergeten we niet iets? Nou, wat we bijvoorbeeld niet weten is hoeveel droger wordt nou eigenlijk een dijk tijdens een droge zomer. En we hebben ook geen echte maatlat voor de meteorologische droogte, wat ik al in de inleiding aangaf. Daar doen we op dit moment wel onderzoek naar. Wat we verwaarlozen als we naar stabiliteit kijken, is wat de invloed is van scheuren op de sterkte van de dijk. Een gescheurde grondlaag heeft veel minder sterkte. Er is wel eens wat verkennend aangerekend. Dan lijkt daar de invloed van op de stabiliteit erg klein te zijn. En je kunt je afvragen, hè, anders dan voor boezemkaarten trouwens, maar voor gewone dijken, welk deel van die scheuren is nog steeds aanwezig als het weer nat wordt? Hè, hoe snel herstellen die scheuren zich? En ik heb ondertussen geleerd dat je daarbij onderscheid moet maken tussen het sielen, het weer dicht zijn van de scheuren, en het daadwerkelijk healen. Dat de sterkte ook weer terug is gekomen in het scheurvlak. Nou, daar weten we eigenlijk veel minder van. Maar dan doorgaand over zeker die fase vlak na Wilnis. Toen is er ook wel eens geroepen dat het te maken kon hebben met een plotselinge verandering in de luchtdruk. En vooral een hele snelle daling van de luchtdruk. Dat was gebaseerd op waarnemingen dat veenbonken, dat is wat jullie hier zien, een grote bonk veen. Dat die wel eens loskomen uit de bodem van water, van kanalen, van boezems. En dat zou dan vooral plaatsvinden op het moment dat we van een hoge luchtdruk een snelle overgang hebben naar een lage luchtdruk. En er is wat gezegd van, kan de luchtdruk niet invloed hebben gehad op het bezwijken van de dijk van Wilnis. Wat in die tijd ook wel veel is geroepen is gasvorming. Zeker bij een warme zomer zijn ook mieten en bacteriën veel actiever. Dat kan in een verzagen zone tot veel meer gasvorming leiden. En je snapt, daarmee neemt ook het volumiek gewicht van een verzadigde grondlaag af, geeft een soort opwaartse druk. Het is gezegd van, kan gasvorming niet de oorzaak zijn geweest? En dan zou je dus veel meer op temperaturen moeten letten dan op verdroging. In diezelfde periode is er ook wel aandacht gevraagd sowieso voor de bodemscheikunde. Op het moment dat het heel erg droog is en worden bacteriën niet alleen actiever, maar kan er ook sprake zijn dat grondwaterstromingen anders beginnen te worden, dat er andere stoffen worden aangevoerd en dat er dus een hele bodemchemische verandering optreedt. En er is wel eens geopperd dat een andere samenstelling van de bodemchemie, hoe moet ik het noemen, dat invloed kan hebben op de schuifweerstand van veen. Nou, dat was destijds onderzoek wat de Wageningen Universiteit wel wilde uitvoeren, maar wat nooit van de grond is gekomen. Maar gewoon om maar eens te noemen, wat kan er nog meer allemaal spelen waar we nu helemaal geen aandacht aan besteden. Laatste puntje, en dat heeft wat mij betreft helemaal geen relatie met droogte, of in ieder geval niet voor zover ik dat ken, maar juist in die vaart bij Wilnis is wel geroepen dat daar heel veel muskusratten voorkwamen. En er zijn mensen die dachten dat graafrij door muskusratten de oorzaak zou kunnen zijn van het bezwijken van de dijk. Maar goed, droogte heeft niet alleen effect op stabiliteit. Hè. Al deze processen hebben niet alleen invloed op de stabiliteit. Op het moment dat het heel droog is en het veen krimpt, daalt sowieso de kruin. Maar er is al een keer door Wageningen onderzocht dat die kruindaling niet zo heel groot is. In ieder geval niet groter dan het verschil, dan de waakhoogte bij een boezemkader. Dus dat een dijk zo ver zou krimpen dat het water uit de boezem over de kruin kan lopen, dat is toch als een niet reële situatie erkend. Maar er komen natuurlijk wel enorme scheuren in een dijk. En zeker als die gewoon dwars op de dijk staan en echt heel diep zijn, dan kan het water gewoon dwars door de dijk heen stromen. Nou, dat zit niet in onze sommetjes. Als wij de hoogtetoets doen, trekken we niet een meter van de kruinhoogte af om de aanwezigheid van een scheur te verdisconteren. Maar een verkeerde scheur kan toch op zichzelf al wel een aardige gevaren vormen, volgens mij. Maar zit dus niet zo expliciet verwerkt in onze toetsschema. Nou ja, en wat je op dit plaatje ook wel een beetje ziet, hè, dat die grasvegetatie is natuurlijk ook vrijwel dood. En je kunt je afvragen wat de erosiebestendigheid van dit gras nog is. En wat ook die erosiebestendigheid is van een klei die helemaal verdroogd is en verkruimeld. En stel dat het overslaand water zou geven, hoe erosiebestendig is deze?
situatie dan eigenlijk. Dat is dan vooral een beetje de korte termijn. Wat er op de lange termijn ook speelt, is dat door droogte en een verandering kan optreden in de samenstelling van de grasvegetatie. Kruiden met diepere wortels overleven beter tijdens een droge zomer dan met minder diepe wortels. En zo kan ook de samenstelling van je grasmat veranderen. Nou, de vraag is wat dat doet met de erosiebestendigheid van het gras. Er zit ook niet iets waarin we concreet in een toetsprocedure meenemen, maar wat voor het beheer en onderhoud natuurlijk wel heel erg relevant is. Nou, laatste puntje is dan nog lekkages. Hè. Als het grondwater in de dijk heel erg diep daalt, dan kunnen dieper dan het ooit is geweest, dan kan er ook in die grondlagen een soort rijping optreden, ook een volumevermindering, waardoor er ook scheuren ontstaan, waardoor je als het later weer hoog water is, gewoon lekkages zou kunnen krijgen die heel diep onder de dijk doorgaan, of in ieder geval zo diep als de laagste grondwaterstand is geweest. En dat ontdek je dan pas weer op het moment dat het hoog water is. Nou, voor boezemkaren staat het water er bijna altijd wel. Voor die vierdijken kan het best even duren voordat je dat ontdekt. En dan had ik nog een laatste puntje, het is een beetje flauw, maar om het toch wat luchtig af te sluiten. Oh, ik vergeet trouwens deze sheet. Dit is ook wat Ruud Wijs al noemde in die inleiding, hè, het effect van bomen. Het is nooit zo mooi zichtbaar als in het echt, maar als je een beetje je best doet, dan zie je wel ter plaatse van elke boom zo'n beetje een soort dalletje in het niveau van de kruin. Met toch de veronderstelling dat het extra water wat bomen onttrekken aan het dijklichaam, aan de ondergrond, dat heeft geleid tot extra settingen van de dijk, juist iedere keer ter plaatse van de bomen. Maar wat ik nog wilde zeggen, als laatste een beetje een flauwe misschien, maar oude kennis. Heel vroeger waren er ook veendijken die in brand vlogen. Ik had hier een stukje uit een tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis. 1639 branden in van veendijken. En ruim 100 jaar later, 1741, waren er ook weer dijken die in brand stonden. Met als maatregel om kleilagen op die dijken te gaan aanbrengen. Dat vond ik dan wel weer een hele goede maatregel. En ik moet zeggen, dijken die in brand vliegen, dat is niet iets waar wij als indirect faalmechanisme nog rekening houden. Maar ik vond het wel grappig om te zien, in het kader van vergeten we niet iets van hoeveel kennis was er eigenlijk al over wat er allemaal kan gebeuren met een veendijk. Maar goed, als ik het allemaal samenvat, hè, er zijn dus best een aantal onbekende invloeden van hoe droogte effect zou kunnen hebben op de veiligheid van een dijk. Ik heb hier het een beetje samengevat allemaal. En nogmaals, hè, aan de ene kant, het gaat best goed, dat denken, maar er breken niet heel veel veendijken door. En ook afgelopen zomer en in 2018, wat toch echt wel extreme zomers waren, is er niet heel veel gebeurd. Maar goed, er staat ook een forse inspanning soms tegenover. En dus inderdaad de vraag, weten we het echt wel goed genoeg? Vergeten we niet iets? Doen we het goede? En is het ook wel noodzakelijk dat we alles doen wat we doen? Deze ronde ging het dan vooral over nog de discussie. Snappen we het voldoende? En ik vind het in dat opzicht nu interessant om eens te vernemen wat jullie ervaringen zijn, jullie waarnemingen over hoe goed het lijkt te passen. Wat er allemaal gebeurt met zo'n dijk tijdens droogte. Hoe goed dat lijkt te passen bij hoe we het in de beoordeling meenemen. En of we inderdaad niet dingen vergeten. Nou, voor zover mijn inleiding. Oké, dankjewel Henk. Lekker korte en bondige presentatie. Geef wel een aantal dingen aan. Hè. Vooral, het gaat eigenlijk best wel goed met de dijk. We hebben geen geen onverwachte dingen meegemaakt, maar aan de andere kant begrijpen we het mechanisme goed en zijn we daar ook op voorbereid. Ik zag een vraag of een suggestie binnenkomen van Thijs Maas. Die zegt van, goh, zou je niet, hè, als je wil kijken naar wat zouden we kunnen doen, een soort referentie kunnen maken waarbij je zegt, nou, we meten op een bepaalde plek, op een bepaald moment de toestand van de dijk, de droogte, et cetera. We gaan water toevoegen en we gaan vervolgens het weer laten verdampen. Misschien kan Thijs het zelf het beste toelichten, maar ik denk dat je dan een beetje het gedrag van verdamping in een dijk kan gaan meten. Dus een soort proef zie ik dat, Thijs. Zou je het zelf willen toelichten?
Ik ben niet te verstaan. Jij moet je geluid aanzetten. Oh, ja, mijn... toen ik mijn telefoon wilde doen, viel ik uit de chat. Ik zie dat ik er nu weer aan deelneem. Ja, mijn vraag was ik, ja, ik ben altijd een beetje op ons schip proberen te denken. Op het moment dat er heel veel droogte in een dijklichaam ontstaat, dan is het natuurlijk ook de vraag van, nou, wat is ook de verdamping en wat is de invloed van temperatuur daar bijvoorbeeld op? Zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, nou, oké, door verdamping gaat er bijvoorbeeld een heel hoop water weg. Dat zou mij persoonlijk wel erg interessant lijken om dat te toetsen. Ik weet niet overigens of dat al ooit gedaan is, maar daar sloeg mijn opmerking eigenlijk op. Want dan kun je namelijk zien, oké, dat is een nulpunt. Je injecteert bijvoorbeeld water in bepaalde grondlichamen van veranderende structuur. Daar heeft temperatuur bijvoorbeeld een invloed op, of druk in grondwater enzovoort enzovoort. En dus je kunt zien wat dus de toevoeging van grondwater doet in de loop van een nader te noemen periode. Nou, het is inderdaad wel een bekende, onbekende, hoe zal ik het noemen. We weten niet zo goed hoe snel een dijk uitdroogt tijdens droogte. En wat we wel weten is dat het nogal kan verschillen per dijk. En dat allerlei lokale kenmerken daar een grote invloed op kunnen hebben. En dat het dus daardoor lokaal ook over kleine afstanden zoals flink kan verschillen. Dus we hadden al een keer bedacht dat we eigenlijk behoefte hebben aan enerzijds meer inzicht in het verloop van dat verdrogingsproces en hoe snel loopt dat en dus hoeveel dagen, weken droogte heb je nodig. En aan de andere kant dat je dat vlakdekkend zou willen weten, gegeven dat het over kleine afstand kan variëren. En daarom is juist dit jaar een proef gestart, waarin we op 10 raaien aan het meten zijn hoe dat hele proces van verdroging precies verloopt. En daar satellietwaarnemingen tegenover zetten om eens te kijken in welke mate het lukt om dat met een satelliet te monitoren en te kijken of een satelliet kan helpen met het bepalen wanneer moet je gaan beginnen met inspecteren en op welke plekken zou je dat dan als eerste moeten doen, gegeven dat daar de dijk het meest lijkt te verdrogen. Maar het is dus het is inderdaad een kennisleemte en met een beetje geluk of niet, maar in ieder geval daar loopt nu een proef mee met dit jaar. Doen 3 waterschappen mee, Delfland, Schieland en Rijnland. En toevallig nu een van de andere sessies, Bart Strijker, presenteert daar wat resultaten van. Oké, interessant. Ik zie in de... Ja, moet je het geluid even uitzetten? Ja, oké. Het is eventjes behelpen in één ruimte. Ik zie verder niet heel veel vragen van jullie binnenkomen via de chat. Is dat omdat het verhaal zo duidelijk is? Of dat jullie denken van, ik licht het liever mondeling toe? Maar ik had dus 2 vragen gesteld. Hè. Als je luistert naar het verhaal van Henk, denk je, nou, dit zijn daar verhaalmechanismes. Of zeg je, nou, volgens ons, uit onze praktijk, hebben we toch wel het gevoel dat er ook nog iets anders speelt. En 2 van, hoe ga je bepalen waar je urgentie zit als je iets moet gaan herstellen. Ik zie 2 nieuwe berichten binnenkomen. Eentje van Roy en een van... Even kijken, ik krijg hem hier om het hoofd te zien. Nou, eerst die van Roy dan. Van Jan Tichelaar, die zegt van mij gaat vooral om krimpgedrag van grond. Dus dat de grond krimpt. En zou dat dan reversibel of irreversibele krimp zijn, is dan mijn nieuwsgierigheidsvraag. En Roy die zegt, qua beheersing, in hoeverre houden we ook in de lange termijn in gedachten? Met andere woorden, repareren we scheuren van het ene jaar die het jaar erop opnieuw ontstaan? Of kunnen we leren van kleilagen uit de tijd van die brandende dijken? Nou, 2 leuke vragen. Dus de ene is krimp, en dan ga ik meteen ook zeggen, is dat reversibel of altijd irreversibele krimp? En de tweede, kunnen we leren uit het verleden, uit oude scheuren in kleilagen, et cetera. Krimp. Ik zit even kijken of ik Jan meteen helemaal compleet... Zal ik hem misschien even kort toelichten dan, denk ik? Jij wil wat zeggen, Jan? Sorry, ik heb het geluid uitgezet om het rondzingen te voorkomen. Ik zal je heel zachtjes zetten dan...
Ja, toen ik bij Delfland werkte, heb ik veel onderzoek gedaan naar scheurvorming in kades. De scheurvorming die voor ons toen wel als risico werd aangemerkt, dat waren zeg maar de scheuren die in dwarsrichting op de dijk ontstonden. En dat zijn toch scheuren die het gevolg zijn van dat die kade zeg maar in langsrichting korter wil worden, maar niet kan. En dat betekent ook dat als je op het moment overgangen hebt, bijvoorbeeld met MBO's, en die zijn vaak goed gefundeerd, die blijven dan staan en je kade wordt korter. Dus dan krijg je spleten tussen je constructie en je grondlichaam. En als je geen constructies hebt, dan kunnen grondlichamen dat zelf laten zien. En dan krijg je dan lekkage, en daar hebben we ook al voorbeelden van gehad, die je dan snel moet dichten. Dus dat zijn wel risicovolle situaties. En ik kan me ook voorstellen dat zo'n kade bijvoorbeeld op een aantal zandbanen is gefundeerd. En daartussen lekker vrij kan krimpen. Maar ter plaatse van die zandbanen, als het ware opgelegd is, en dat daar dus dwarsscheuren kunnen ontstaan. En volgens mij gaat het er ook om de link te leggen tussen uitdoding van die kering en hoe die grond daarop reageert. En dan zal veen heel sterk krimpen en klei veel minder. En zeker als je daar de goede klei voor hebt gebruikt. En ik denk dus dat deels weer reversibel is, maar niet alles. En wat we toen in het onderzoek Delfland niet wel zagen, is dat scheuren vaak op dezelfde plek weer terugkwamen. Ook al repareerde ze, maar dat was wel essentieel. En dat hoor ik ook in de verhalen tot dusverre. Dus dat blijkbaar is dat dan wel een grote gemene deler. Maar ik denk als we het krimpgedrag van grond beter in de vingers kunnen krijgen, dan kan je denk ik beter, en vooral ook in de drie dimensies, kun je voor mij ook beter inschatten waar het mis kan gaan. Dus dat is een beetje de achtergrond van mijn opmerking. En ja, ik denk dat wij vooral in Nederland heel doorsnede gericht zijn bij het beschouwen van een dijk. En juist die derde dimensie, of die dimensie zeg maar evenwijdig aan die dijk, ik denk dat die heel veel kan opleveren in die zin. Herken ik inderdaad ook van, ik weet niet eens precies meer van Wilnis, ik geloof dat een van de zijkanten van die grondmoot een soort opritje lag, wat hem toch als een soort steunbeer heeft voorkomen dat hij kon mee vervormen, waar dan juist die dwarsscheur, een van de breuken was opgetreden. Ik weet van buitenlandse praktijken dat ze er ook heel bang zijn voor wat ze dan transitions noemen. Ik weet niet, overgang is niet helemaal de goede vertaling, maar inderdaad ook allerlei vreemde lichamen in een dijk, dat daardoor door verschil in vervormingsgedrag spleten, scheuren kunnen gaan ontstaan, lekkages die uiteindelijk leiden tot dijkdoorbraken. Dus ik denk een terecht punt, Jan. En het zit inderdaad nu niet in hoe we kijken naar dijken. Het is in ieder geval niet in het toetsschema. Ja. Het is denk ik de beheerpraktijk om aangetroffen scheuren meteen te gaan herstellen. Dat sluit dan misschien wel aan bij een soort inschatting van het gevaar van scheuren. Maar bij toestaan van leidingen in dijken of anderszins overgangen creëren, geloof ik niet dat we daar speciale eisen aan stellen of zo. Ja. Maar het is een interessante opmerking, van net zoals bij bruggen kun je vaste oplegpunten hebben. En als het aan beide kanten gefixeerd is, gaat die brug gewoon stuk. Dat is van mij wat jij dan een beetje bedoelt. En als je vrij kan bewegen, dan kan een brug heel sterk gaan. En als je dus inderdaad met een veendijk of een dijk gefixeerd is tussen twee zandbanen en daartussen kan die wat krimpen, maar is aan beide kanten gefixeerd. En dan zou je daar dus scheuren kunnen krijgen. Dat is wel een heel interessante invalshoek waar we naar zouden moeten kijken, van je dat op een geologische kaart ook terugvinden. Ja, en vroeger deden we in het grondonderzoek, dus dat was wat ik dan kan herinneren, toen ik net begon en nog in de periode daarvoor, is dat we ook al krimponderzoek deden, zeg maar, van grondmonsters. Dus dat we nu kijken hoe ze uitdroogden en wat de krimpverhoudingen waren. Nou, dat soort technieken worden volgens mij nu niet meer gebruikt, maar het krimp van veen is echt immens als je dat uitdroogt. En dus ik kan me voorstellen dat het enorme spanningen kan geven. En dan uit dat zich misschien wel in een macro-stabiliteitsvorm zoals Wilnis. Maar is dat misschien niet de eerste stap in het faalproces? Nee, dus dan denken we aan macro-stabiliteit, dat misschien daarvoor iets anders zit wat er triggert. Andere vraag. Ik vind dat we deze wel even moeten noteren. Dat zijn er iets waar we echt naar moeten gaan kijken. Wat je ook met geologische kaart of misschien wel met LiDAR ook wel best wel in beeld kan krijgen.
Ik heb in Engeland een dijkdoorbraak gezien en met LiDAR kon je echt zien dat hij op een stroomkrul zat. Dat kon je heel snel terugvinden. Terwijl die dijk daarvoor nooit iets had gedaan. Hè? Dus dat is een hele interessante invalshoek. Dat was één hele interessante. Doet dit anderen volgen in ideeën en gedachten? Ik heb nog even over reversibel of irreversibel. Hè. Ik ben zelf jaren geleden bij de Heidemeij begonnen. Dat is, moet ik zeggen, dat is 84, hè, dus dat is echt wel heel erg lang geleden. Maar toen hadden we vlakbij Wilnis een dijk die echt in de zomer en de winter heen en weer bewoog. En niet een klein beetje, maar gewoon echt 2 meter. Het boezempand werd gewoon 2 meter breder in de zomer. Dat verontrustte dan op een gegeven moment wel de beheerder. Maar dat was reversibel. Hè? Dus in de winter keerde hij eigenlijk weer een beetje terug. Dus eigenlijk kun je ook zeggen van ja, is dat dan erg? Hè? En de beheerder wilde toen, met de kennis van toen, hè, moet je altijd kijken, met de kennis van toen wilde hij me eigenlijk afsluiten met een damwand. En wij zeiden, doe dat nou alsjeblieft niet, want die dijk die is goed nat, die is lekker verzadigd. Hou hem open, maar zorg wat tegenwicht in de teen. Hè. Zorg dat die vooral eigenlijk een omgekeerde drainage hebben uiteindelijk voorgesteld. Van zorg nou dat er goed water ook in de teen zit en dat die dijk goed nat blijft. Dus toen Wilnis besweek, was ik wel heel geschrokken. Ik heb meteen de kaart erbij gepakt van dit zal toch niet de dijk zijn waar ik heb geadviseerd. Nou, gelukkig niet. Die lag een paar kilometer zuidelijker. Maar dan zie je toch wel dat is elke beweging, is elke schade ernstig. Moet je altijd maar optreden. Of moet je ook het gedrag kennen en een dijk leren lezen. En ook zien dat misschien sommige schades helemaal niet zo erg zijn. Maar dat een beetje hoort bij zo'n dijk. Hebben jullie daar ervaringen mee? Dan mag je de micro openzetten hoor, als je iets wil zeggen. Niet zo veel ervaring. Oké, nou dan gaan we naar de vraag van Roy Hendricks. Die vroeg zich af dus, als we scheuren repareren die het ene jaar ontstaan, het jaar erop opnieuw, kunnen we dan iets leren uit de kleilagen uit de tijd van de brandende dijken? Heb jij daar een reactie op, Henk? Ja, in zoverre. Ik denk inderdaad dat het toedekken van dat soort dijken met een goede kleilaag wel helpt. En aan de andere kant, als je een gewicht aanbrengt op een veendijk, dan begint het ook weer te zetten. Dus forse zettingen zijn. Dus ja, je zou de noodzaak van zo'n maandelijk vooral 7 uur leven moeten voorkomen dat je niet onnodig heel veel zettingen creëert in een dijk die misschien helemaal niet nodig had. Maar überhaupt, hè, het herstellen van scheuren, hoe snel optrekt zich dat, is wel... Ik word een beetje afgeleid door de chip in zin. Helemaal niet waar we horen niet via het beeld van Bart. Het is een beetje onhandig switchen allemaal met dingen die ik uit moet zetten en aan moet zetten. Sorry. Even dan misschien wel terug naar het begin, voor zover het goed te verstaan was of niet. Maar in ieder geval, het lijkt een goede maatregel. Het is niet een altijd goed maatregel in die zin dat kleilagen een belasting vormen die tot extra settingen kunnen leiden. Dat zou je niet onnodig willen veroorzaken. Wat ik een veel grotere vraag, en ik ken inderdaad het Delftlandse onderzoek daarna, van ontstaat er iedere keer dezelfde scheur weer, en is dat dan een blijvende verzwakking van de sterkte van de dijk, of is het iedere keer een andere scheur, en hoe zit het eigenlijk met de snelheid van het herstellen van die scheuren? En ik kan daar alleen maar over zeggen dat we dat volgens mij niet weten, en dat daar nu wel onderzoek naar loopt door de TU Delft, maar hoe goed dat aansluit bij ons soort scheuren, om het maar zo te noemen, dat weet ik nog niet eigenlijk. Het is een vrij nieuw onderzoek wat een beetje hobbelig op gang komt zo met alle coronamaatregelen. Wat ik wel weet als ik dan doorpraat,
We hebben een keer een afstudeerster gehad en die heeft eens gekeken van wat doet nou scheuren op de berekende stabiliteit. Ja, dan ga je ook weer dat je dus niet precies weet wat een scheur met de sterkte van de grondlaag doet. Het scheurt, de latendheid wordt hoger. Een boezemwater kan een dijk makkelijker in. Het kan er vervolgens ook makkelijker uit. Dus ja, wordt de dijk er nou natter van aan de binnenkant of juist alleen maar nog droger? En vervolgens, hoeveel reduceert nou de sterkte van de grondlaag als daar scheuren in zitten? Nou, ik ken daar Amerikaanse aanpakken van waarbij ze een toplaag standaard nul sterkte toekennen. Om rekening te houden met scheuren. Nou, wij doen dat helemaal niet. Wat uit die afstudeerproject wel bleek is dat de invloed daarvan heel erg beperkt lijkt te zijn. Het ging echt om 3-4% lagere stabiliteitsfactor. Waarbij dus nog voor primaire keringen de vraag is welk deel van de scheuren is nog steeds een scheur als het weer hoogwater is. Even onverlet de vraag of de sterkte dan ook wel weer echt hersteld is in het scheurvlak. Of dat het wel dicht zit, maar nog niet weer echt een soort sprake van een cohesie tussen beide glijvlakken, beide scheurvlakken. Henk? Dus dat over dat gedeelte van scheuren. Samantha van Schaik heeft ook een vraag gehad over die scheuren in een golfklapzone. Ja, nou ja, dat is dus typisch zo'n vraag waarin we zeggen, ik heb geen idee, we nemen het niet mee. Maar het kan heel goed zijn dat zo'n buitenvloed van zo'n kader, die jullie ook net op die foto zagen, dat die echt wel een stuk minder erosiebestendig is dan dat we standaard zouden aannemen, gegeven een vegetatie en een textuur. Maar we passen in onze sommetjes niet die erosiebestendigheid aan om voor de situatie droogte golfklappen door te rekenen. Dus eigenlijk verwaarlozen we dat in de veiligheidstoetsing. Maar ik denk wel dat het invloed heeft. Ja. De vraag van Bas wordt ook naar preventieve maatregelen, ander soort materiaalbekleding. Dat is misschien ook voor de workshop die parallel hieraan plaatsvindt. Hè? De gebiedseigen grond, welk type klei. Maar hebben jullie ervaring met innovatieve materialen? Is dat heel succesvol geweest? Misschien aan iedereen in de groep? Ik weet dat in Amerika onderzoek wordt gedaan naar vezels in gras. En afgelopen week hoorden we ook iets spannends over bacteriën in veen, hè, om veen te versterken. Weet jij daar iets meer over, Henk? Heb je het kunnen lezen? Of? Deze ook nog. En deze dan weer uit. Ja. Ik heb dat nog niet gelezen. Ik vond het wel een bijzonder onderzoek om bacteriën in veen aan te brengen, omdat het veen dan sterker wordt. Het gaat tegen al mijn gevoel in. Tenzij je het veen gewoon zo snel mogelijk wil laten verdwijnen, omdat het opgegeten wordt door bacteriën. Maar, ik heb het niet gelezen. Ik vond het wel bijzonder onderzoek. Dus dat gaan we nog wel met veel plezier doen binnenkort. Oké, nog één laatste vraag voor de pauze. Jan die zegt, ik ben eigenlijk wel blij met de zeer droge periodes, omdat de maat van overconsolidatie dan veel groter wordt en de sterkte daarmee ook. En deze weer uit. Nee, absoluut waar. Dus zeker als je in de critical state modellering toepast, is dat absoluut waar. De overconsolidatie wordt een stuk hoger. Ja. Maar dat is ook. Ja, terugkomen toch ook die hele situatie rondom hoe we nu boezemkaders doorrekenen. Wat je natuurlijk gewoon vaak ziet, zonder hydraulische kortsluiting, met alleen maar een drogere dijk, dat een hoop dijken gewoon een stuk stabieler worden. En dan is droogte helemaal geen maatgevende situatie. En dat is dus ook soms een beetje dat bevreemde. Zoals we dan naar de situatie droogte kijken, dat in heel veel gevallen is een droge situatie sowieso een veel hogere stabiliteitsfactor. En inderdaad zou dankzij die constatatie ook in een hoogwatersituatie de stabiliteitsfactor hoger gaan worden uiteindelijk. Maar je hebt dus in een droge periode soms meer nodig dan alleen maar een verdroogde dijk om hem te kunnen laten bezwijken door macrostabiliteit.
En wat dat extra's dan is, dat is niet helemaal duidelijk altijd. Ja. Oké, hiermee is een einde aan de eerste ronde gekomen. Die 20 minuutjes is toch wel echt kort, maar van mij hebben we toch al een aantal hele interessante suggesties en vragen gekregen. We hebben ook wel een beetje dat elk nadeel ook alweer een voordeel heeft, hè, dus die overconsolidatie. Het is nu even 10 minuten pauze. Ik zet in mijn chat. Is hier nou te zien voor jullie in de chat? Dan krijgen we nou niks. Ja, nu wel. De vraag is dus A. Ga met pauze maar log niet uit. Je blijft gewoon in deze groep. En aan het einde van de tweede ronde worden we vanzelf naar de plenaire teruggebracht. Maar in deze pauze wil ik toch wat huiswerk meegeven. Want in de tweede ronde willen we eigenlijk wat meer ingaan. Wat betekent dit voor ons werk? Hè? En dan zou je kunnen nadenken over de vraag. Wat betekent dit voor inspecties? Of wat betekent dit voor je beheer en onderhoud? Wat betekent dit voor onze kennisregels? Of ja, welke vragen leveren er nog meer? Ik zou het fijn vinden als jullie aan het einde van de pauze even zeggen, deze vraag zouden wij graag willen behandelen. Want alle vier gaat niet, maar dan zou het wel fijn zijn als jullie... ja, Thijs, ook bedankt. En het tweede is even een grapje, maar even creatief zijn. Maar kijk even in je omgeving of loop even door je huis. En pak iets wat voor jullie droogte representeert. En droogte en waterkeringen. Maar probeer even creatief te zijn. Als het niet lukt, ja, Bas, inderdaad. Even creatief zijn, even je hersenen op een andere manier laten werken. Dan zie ik jullie om 3:05 weer terug hier. Hoor je nou die piep? Hoor je nou die piep? Oh, net ging hij weer af volgens mij. En toen stond je op en liep je naar het koffieapparaat. En dacht ik, oh, ze hoort het. Lekker. Of het is bij haar, dat kan ook nog. Nee, dat kan niet. Ja, dan is het in de algehele Zoom of zo. Misschien aftel iets. De kat reageert ook niet, dus. Nee, nou ja. Ik had gisteren al gekookt, Sam en ik hebben het dus al geproefd. Het was met een klorige Surinaamse sambal, was echt goed. Okay. Maar die is bloedje heet, dus okay. Ik zei al van, nou, ik weet niet of Hilde het kan. Hi. Oh, ik heb mijn geluid uit. Maakt niet uit. Oké. We zetten geluid uit omdat de koffiezetapparaat zo verherrie maakt. Ik kan die vraag niet zien. Nee, maar maakt niet uit. Ik zie jou niet zo in zo'n ooghoek. Zeg maar, zie je... Wapper. En heb je een gok eens waar het over gaat? Helaas. Droogte in dijken. Zit er waterschap bij? Waarschijnlijk. Dit is... waar zit zij nou? Ja, dit zijn allemaal waterschappen. Dit is zij zit bij Delfland. Vraag even. Ja. Of ze nu in een Zoom-meeting van de werk zit. Ja. Wat doet zij? Zou kunnen hoor. Ja, nou, mijn klant is nou, niet dan toevallig dit. Dat droogt. Maar de grap is, droogte is dus niemand. De specialiteit komen ze nu achter. En dat is iets waar ze toch wel voor de dijk ook rekening mee moeten gaan houden. Ja. Wel interessant hoor. Wel dat ik denk, volgens mij moeten wij... Ja...
volgens mij moeten we verhuizen in een hooggelegen gebied. Want dit is dus nu, zijn ze dat allemaal aan het ontdekken. Dat ze daar eigenlijk bezig op moeten letten en wat moeten we er dan mee. Maar, dat ik denk, hallo, ik woon in Haarlem. Misschien even een beetje op het nadenken. Ik had ook op dat, misschien kan ik gewoon een boosje in de achtertuin leggen. Dat begint te stijgen dat ik gewoon een bootje kan pakken. We zitten nu wel in aparte groepen. Ze zit niet in mijn breakout room. Nee. Want dat kan ik zien. Maar er zijn 96 mensen. Dus ik heb niet iedereen net in beeld gehad. Nee. Zij zit ook in, bij Limburg als de Maas weer zo overstroomt en zo. Dat ze ook zij kan in het crisisteam en zo. Dus oh ja. Heb... ja, dat is dit. Ja. Oh, het lachen. Dat is grappig, ik kom haar steeds. En we hebben ook al werken om niets met elkaar te maken. Maar mijn eerste dag bij Public had ze ook allerlei waterschappen. En zo ging ze het ook van, ja, ik heb even een zavelkoe. Dat is een hele rare naam voor hier, zavelkoe. En die, ik zeg, dat is een hele goede vriendin van mij. Maar ja, dat bleek, haar zei, dat was mijn eerste dag. Op de eerste, het maakt meteen, geweldig. Ik was gisteren echt de it girl van de dag. Oh. Op mijn opdracht, op de basisschool. Jawel. Het thema van de komende 6 weken is luchthavens. En toen gingen ze praten over beroepen op luchthavens. En toen hadden ze bedacht de inchecker. Waarop ik het niet kon laten om te zeggen, juf. Want die ging dus inchecken op een bordschrijf. Ik zeg, juf, dat heet grondstewardess. Oh, hoe weet je dat? Dat was ik. Ik heb een nieuwtje. De tolk was, nou, al die kinderen in Katwijk. Ja, heerlijk. Ja. Ja, maar ik heb niks meer. Ik heb ook mijn uniform niet meer. Ik kan ook niks meenemen volgende week. Om, dat gaat over geweest. Show en tell. Ja. Maar de juf zei, misschien wil je dan volgende keer als je er bent, dan iets korts vertellen of zoiets presenteren, iets leuks. Misschien heb je anekdotes, maar ik heb heel veel anekdotes, maar ze zijn allemaal totaal ongepast voor kinderen van groep 5. Nee, dat jij dan zegt, hey, ja, ken maar zelf. Dames, ja, nou, het meest leuke dingen zijn net trillende koffers en zo. Hallo? Kan iemand mij horen? Maar ja. Hallo?
Ik heb maar mijn mondkapje opgedaan, want ik heb een virus op mijn computer zitten en ik wil jullie niet infecteren. Oh, maar hoort niemand mij. Voor mij is het weer tijd om door te gaan, maar ik weet niet of iedereen al terug is. Ik zie allemaal zwarte beeldjes. Ik weet niet of dat betekent dat mensen zijn afgehaakt of nog druk bezig zijn iets te zoeken wat met droogte te maken heeft. Ik had zelf gisteren dat mondkapje even voorgedaan. Wij waren eergisteren op de Hedwige Prosperpolder de dijk aan het lopen. Aan het inspecteren waar de Delta-commissaris bij was. En ik moet zeggen, zo'n mondkapje heeft voordelen. Het was namelijk bitter koud op die dijk. En dat mondkapje, daar krijg je toch wel warm van. Het is echt wel een windbescherming. Het heeft weinig met droog te maken, ik ben eerlijk, maar... Het was toch wel een fijn dingetje. Maar goed, ik weet niet of jullie iets leuks hebben kunnen vinden nog of niet. Maar ik verwacht allemaal stapels, sponsen en zo, dat jullie dat nu hadden opgestapeld. De tweede ronde, dat gaat eigenlijk meer over wat betekent dit voor ons werk. Dus ik weet niet of jullie een interessante vraag ertussen hadden zitten waar we zeiden, nou daar zouden we mee aan de slag willen gaan. Hè? Dus de vraag was, wat betekent dit voor je inspectie? Of wat betekent dit voor je noodmaatregelen? Of wat betekent dit voor je voor de ontwerp- of regenregels? Of zeg je, nou, eigenlijk nog iets anders wat ik heel graag over willen bespreken. Maar de eerste ronde ging dus eigenlijk over de wat-vraag. Wat gebeurt er nou? En de tweede vraag gaat over de hoe. Wat betekent dat dan voor mij, voor mijn werk? En wat zou om ons heen moeten veranderen, wil ik mijn werk goed kunnen doen. Wil iemand daar alvast op reageren of in de chat zetten wat jullie zouden willen bespreken? Dat is altijd moeilijk, hè? Wie komt er over de brug? Ik wil wel over de brug komen. Ben ik toch? Ja, Roy? Ja, hoor je? Ik had even richting Henk even in de chat gezet, maar niet aan ieder. Kijk, ik ben geen dijkbeheerder, dus ik kan het niet gooien op wat het voor mijn dagelijks werk betekent. Maar in het verhaal, in de introductie van Henk, hoorde ik, leek er iets door te klinken van dat we er heel veel inspanning op zetten. Dat heeft er waarschijnlijk ook toegeleid dat we dus weinig rampen hebben na Wilnis. Hè? We hebben al plaatjes uit het buitenland nodig om in feite te zeggen van waar het misgaat. Dus ik dacht van, zit dat er ook in? Van als we het en niet helemaal weten wat er nou gebeurt, maar we stoppen er wel heel veel tijd in. En als je dat wil blijven doen, de houdbaarheid daarvan, hè, voordat je op een gegeven moment vragen krijgt van ja, we hebben heel veel inspanning en we komen een ramp en we snappen het ook niet helemaal. Dus is het wel nodig, bij wijze van spreken. Vloek in de kerk misschien. Daar was mijn vraag straks ook op gericht van, moeten we dan vooral op de lange termijn gaan denken van, nou, als we dan nu toch zoveel tijd en energie en geld erin steken, zullen we het dan doen op een manier dat je ook iets extra's doet, zodat preventief dus. Dat was ook de vraag van iemand anders.
Dat je heel bewust probeert preventiever te gaan werken. Hoe je de scheuren herstelt of door met die overlagingen op plekken waar dat dan kan met klei. Of, dus om ook uit de valkuil te blijven dat op een gegeven moment de discussie misschien komt van is dat allemaal nog wel nodig? De inspanning. Maar misschien gaat deze vraag helemaal voorbij aan jullie. Ja, goed punt, Roy. Had al een klein beetje geantwoord naar je in de chat ook privately. En eigenlijk is, kijk, het eerlijke antwoord is dan dat ik het niet zo goed weet. Het enige wat ik weet is dat wij natuurlijk verhalen meekrijgen van inspecteurs die naar buiten gaan als het droog is, terwijl ze eigenlijk op vakantie wilden. Dat doet soms een zwaar beroep op mensen of er moeten mensen worden ingehuurd. Vervolgens wordt er dan vooral gelet op de aanwezigheid van scheuren. En als die er dan zijn, dan worden die vaak meteen gerepareerd. Of in ieder geval binnen afzienbare tijd. Ik weet van, bij lekkages is er soms meteen een soort van paniek. En wordt er heel snel geacteerd. En het grappige is dan, dat in ons toetsschema letten we helemaal niet op scheur. Ik stop geen scheur in mijn schematisering voor een stabiliteitssommetje. Of voor een hoogtetoets. En dus dan zit een soort verschil in hoe ernstig... is aan de ene kant nou de waarneming van een scheur en hoe noodzakelijk is het dat je die heel snel repareert? Of kun je zeggen, nou, zolang die scheur minder dan een halve meter diep is of zo, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Hoort dat gewoon een beetje bij het gedrag van de dijk? En omgekeerd, in onze toetsschema's zijn we dus wel bang voor hydraulische kortsluiting. En veranderingen van de stijghoogte of het heel erg droog en daarmee licht worden van het veen. Maar ik ken dan weer geen waterschap die bij droogte in de bodem van een boezem loopt te poeren om te kijken of daar diepe scheuren aan het ontstaan zijn en dan een soort hydraulische kortsluiting zou kunnen gaan optreden. Wat ook niet te doen is. Maar dan denk je, er zit wel een soort verschil in hoe we het mechanisme in het toetsschema hebben verwerkt en wat voor schematiseringen we dan toepassen. Versus waar er bij de inspecties op wordt gelet en wat voor maatregelen er dan worden getroffen. En ja, dat vind ik op zich wel interessant. Ik zal zeker niet zeggen dat het onnodig is, het herstellen van al die scheuren. Maar soms denk je wel van, zou je niet op veel meer dingen moeten letten? En zou je bij de urgentie van alle herstelmaatregelen, hebben we wel het goede idee van hoe urgent die allemaal zijn? Ja, het antwoord heb ik niet, maar ik heb ook geen idee in welke mate daar discussie over is bij waterschappen. Het is altijd goed om iets te doen en zolang er dan geen doorbraken zijn, heb je... Oogenschijnlijk heel goed gedaan, denk ik. Maar de harde onderbouwing van de nut en noodzaak, die ken ik niet zo goed, laat ik het zo zeggen. Dit een beetje wat jou bedoelde, Roy? Ja, ik denk niet dat hier een heel veel beter antwoord op te geven is. Maar het is meer ook misschien een invalshoek die misschien helemaal voor de hand ligt, maar wel in gedachten kan houden. Als je lange termijn gaat denken van het herstel van nu acuut of iets minder acuut, hè, want dat was de vraag toch, hè, moet het meteen of kan het met het regulier onderhoud? Maar als je nou heel erg vooruit gaat denken en je gaat ervan uit dat die droogte erger wordt en de bodemdaling zet door, van is dat dan dat systeem van herstellen en zo, is dat houdbaar? Kun je dan nu al met het oog op de lange termijn, zou je dan wat anders gaan doen? Of zou je het anders gaan doen, het herstel of zo? En daarmee misschien ook wel een opmaat naar hoe je daar uiteindelijk dat in je toetsen natuurlijk en zo gaat meenemen. Zou je dus ook kunnen pleiten voor andere ontwerpregels. Dus je moet kijken van, zijn onze ontwerpregels wel voorbereid op die klimaatwijziging, op die droogte die eraan komt? Of moeten we op een andere manier naar het ontwerp van een dijk kijken waar die robuuster wordt of de ceiling wordt verdroogd? Ja, waarbij, ja, ik weet niet of de vergelijking met bodemdaling een goede is, maar ja, dat is ook zoiets dat we op die regionale keringen dagen dus over gehad. Van hoe houdbaar is het systeem in met name dan West-Laag Nederland? Hè, van, moet je het op een gegeven moment anders gaan doen? En dat lijkt dan allemaal heel doodeng natuurlijk, maar ja, dat ontslaat je niet van de plicht om er nu over na te denken van of dat ook in het hier en nu al iets kan betekenen. Dus dat...
Nee, duidelijk. Ik moet zeggen, ik ken niet ook de aanpak bij elk waterschap, maar op het moment dat ze nu dijken aan groot onderhoud toe zijn, of echt grootschalig versterkt gaan worden, dan zal ook wel vooral met klei gewerkt worden, denk ik. Dus dan zou je denken dat op termijn het probleem ook steeds kleiner moet gaan worden. Het is wel interessant natuurlijk, hè? Een van de andere sessies, toepassen van gebiedseigen grond. Dan zou je wel zeggen, doe dan niet gebiedseigen grond met te veel veen, want dan heb je juist niet voldaan aan het op lange termijn verkleinen van het probleem. Maar je zou dat inderdaad in zo'n soort ontwerpeis kunnen meenemen, en dan lost het probleem zich heel langzaam op. En er zijn natuurlijk ook wel ideeën. Kijk, toen Wilmis doorbrak, toen was het idee dat een neerslagtekort van 150, 175 mm, dat kritiek, dat richting kritiek ging, dat het dan tijd werd voor een soort nulmeting. Nou, dat criterium is blijven staan. Ondertussen zijn zeker bij Waternet heel veel veendijken in het kader van dat plan veenkader of zo versterkt. We zijn ook, want laten we wel wezen, voor Wilmis werden boezemkader helemaal niet eens getoetst, of in ieder geval niet rekenkundig. Daar zijn we in 2006 met een leidraad en een norm pas voorzichtig mee begonnen. En een hoop dijken die niet aan de norm voldeden, zijn ook versterkt. Ik ken daar niet van alle dijken de details van natuurlijk. Maar dat zal vaker met klei zijn geweest dan met veen. Dus je zou ook wel verwachten dat die gevoeligheid van kader voor verdroging, dat die afneemt. In ieder geval, zoals we het nu denken dat het proces werkt, zou je zeggen, is zo'n kleilaag van een halve meter. Dat vormt een hele goede bescherming tegen uitdrogen van het veen. Dus dat zou een dijk een stuk minder kwetsbaar moeten maken voor droogte. Dus dan faceert het probleem op termijn gewoon uit. Ja. Maar je zou dus ook in ontwerp kunnen denken van, misschien moet je, wat ik daar in Wilmis heb gedaan, een drainage in het veen leggen die juist zorgt dat in droogteperiode water de freatische lijn niet heel erg kan dalen. Ik weet dat een andere workshop over die freatische lijn gaat. Maar zijn dat ook technieken, dat je op een andere manier zorgt dat die droogte geen vat op een dijk krijgt? Ja, dat leek het beeld te zijn in oude octrooien van verveningen. Dat dan er een dijk moest overblijven met bepaalde afmetingen. En wat ik zei dan, soms moest er een soort sloot halverwege een taluut worden gecreëerd om opzettelijk de dijk nat te houden. Dat was kennis van eeuwen geleden. Maar helemaal niet zo gek eigenlijk in het kader van het tegengaan van de verdroging. Als ze het daarvoor deden, dat staat er dan weer niet bij. Maar was dat toen wel een praktijk? Ja, het moest gewoon nat blijven. Maar ik heb ook wel voorbeelden van kaders waar gewoon drainage zijn ingelegd om ze nat te houden. Ik weet niet of er in de chat nog meer vragen. Jan had een vraag erin. Nee, ik heb geen vraag in de chat gezet. Maar ik heb wel een voorbeeld van een kader waar destijds gewoon een drainage is ingelegd om hem nat te houden. En die drainage die lag er al volgens mij tientallen jaren. Dus in die zin is het niet. Het is geen nieuwe kennis in die zin. Hè? Als dat belangrijk is, dan kan je hem alsnog natuurlijk. Kun je het realiseren. Dus het is niet iets wat dan helemaal vergeten is geraakt, blijkbaar, hè, in de loop van de tijd. Ja, maar dan zou je dus kunnen zeggen: het beheer of het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium gaat er nogal heel erg sterk vanuit van een dijk moet sterk zijn, hè, en droogte zit eigenlijk helemaal niet in dat booi opgenomen. Dus of er nou een drainage wel of niet in de dijk zit, zal niet tot een goed of afkeuring leiden van zo'n dijk. Misschien moet het wel toch dat faalmechanisme droogte wat meer daar ook onder de aandacht gaan krijgen. En zeggen, joh, er zijn wel andere elementen die ook bepalen of een dijk voldoet. Hè? En is natuurlijk wel een feit dat door droogte een dijk, als een dijk door droogte bezwijkt, zal hetzelfde ook hoogwater zijn. Hoewel. In 2018 duurde de droogte tot december 2018. En een maand later hadden we alweer hoog water tegenaan zitten. Dus je mag ook afvragen hoe ver is een dijk dan weer hersteld om een stevige hydraulische belasting aan te kunnen. Maar over het algemeen heb je natuurlijk droogte en hoog water niet tegelijkertijdig dat valt. Dus.
Nou, maar het is natuurlijk wel zo, als je een doorbraak hebt bij droogte, dan heb je alsnog een flinke schade en een flinke overstroming. Een beetje afhankelijk van je systeem natuurlijk, maar dat is iets wat niet echt wenselijk is, lijkt me. En voor wat betreft die drainage, dat kun je gewoon meenemen nu ook in je schematisering van de ligging van je variatielijn. En als die dus hoger is, dan is droogte waarschijnlijk ook minder een issue. En dus het is allemaal... Ja, de voorbeelden uit het verleden waar Henk dan op doelt, die zijn zo'n groot deel denk ik misschien wel uit zicht verdwenen, maar nou, het komt de praktijk nog wel voor dat ze er wel zijn. Hè? En, dus dat is even het punt dat ik wilde maken. Andere ideeën die jullie hebben van, nou, dit gaat voor mijn dagelijks werk een bepaalde impact hebben. Hè? Even uitgaan dat droogte toch vaker zal gaan optreden. Extreme klimaten zullen optreden. Zit hier ook te denken aan versnelde veroudering van assets en zo. Ik ben in Amerika geweest en heb ik klei echt zien veranderen van samenstelling. Omdat door de extreme hitteverschillen en kouverschillen op een gegeven moment de kalk gewoon echt uit de klei verdwenen. Dat werd een soort poeder. Enorme verschuivingen tot gevolg hebbend daar. Dan denk ik, ja, dat is dan misschien in Memphis was dat. Daar hebben ze misschien nog iets extremere klimaatverschillen of zomer-winterverschillen dan hier. Maar zou dat bij ons ook op een gegeven moment kunnen gaan optreden dat gewoon de eigenschap van het materiaal gaat veranderen? Of hebben we daar de deskundigen? Ja, ik zit even naar de. Ik weet niet waar jullie allemaal vandaan komen. Of jullie daar de deskundigen in zijn, natuurlijk. Hè? Dat, het wordt hier niet zo. Wie zit er hier echt als boezembeheer aan tafel? Nee. Of als kaderbeheer? Wel klimaatexpert, maar. Maar het is hier niet zo extreem als daar, natuurlijk. Daar is het verschil tussen winter en zomer zoveel groter als hier. En ze hebben natuurlijk een heel erg nat seizoen en een heel droog seizoen. Dat lijkt er wel bij ons meer op te gaan gebeuren natuurlijk, wat betreft nat en droog, maar niet qua temperatuur, denk ik. Klopt, het is daar natuurlijk veel extremer, maar het was wel een proces wat ging. En dat heeft toch iets met veroudering te maken, of verwering van materiaal te maken. We hebben nog 2 minuten voordat deze sessie moet afronden. We worden over 2 minuten echt keihard teruggeroepen, teruggebracht naar de plenaire sessie. Dus ik wil iemand nog iets kwijt, iets zeggen, iets ons meegeven. Dit is je kans. Roy, bedoel je nou dat je trek hebt in een biertje, Roy, of dat het... Hij is een natje en een droogje, noemde dat 2 jaar geleden. Oké, nou, ik rond dan deze sessie af. Hartelijk dank voor het meedoen, ook aan de discussie. En ik hoop dat jullie ook dingen hebben gehoord en denken, nou, dat zet mij aan het denken, daar heb ik wat aan. We gaan nu terug naar de plenaire sessie. Daar gaan we het laatste kwartier gebruiken om deze droogteworkshop af te ronden. Dus blijf, van mij worden jullie vanzelf teruggehaald, hoef je niks te doen. Maar ga dus ook niet uitloggen nu. En dan gaan Henk en ik alvast naar de plenaire ruimte lopen. Dus ik zie jullie zo direct in een andere ruimte.
Is dat nou HKV? Oh jee. Zit daar, ondertussen komen en Henk weer terug naar deze centrale ruimte. Ja. Ook weer. En zijn we weer terug naar de inhoudelijke discussie op het thema dijkbekleding, phreatisch grondwater, de vegetatieproces in de plenaire. Wat we in het laatste kwartier nog gaan doen met jullie is een terugkoppeling van elk onderwerp en ook even een stukje verder kijken. Ik ga ervan uit dat jullie mooie discussies hebben gevoerd, dat jullie het nodige gedeeld hebben, dat je met elkaar ook gekeken hebt van ja, hoe beïnvloedt die droogte nou mijn dagelijkse werk? Ga ik naar de eerste groep. En dat is de groep die gesproken heeft over dijkbekleding bij primaire keringen. En ik dacht, Arjan, dat jij de terugkoppeling zou doen. Nee. Ik zie hem schudden. Dan is het Martin. Ik neem hem wel even Martin over. Doet het. Ja. Martin, ja. Martin, woord aan jou. Ja, we hadden een leuke sessie. Er kwamen een paar duidelijke opmerkingen uit wat mij betreft. Ten eerste, droogte is een steeds grotere een probleem voor de inspectie aan het worden. Want het vraagt heel veel capaciteit. Alle capaciteit in sommige periodes. Zowel de droogteinspecties als de scheurinspecties die daarop volgen. Dus het is echt een steeds groter deel van het werk. Men is er ook over eens dat het nodig is, want het wordt erger. We zien meer scheuren, meer dan eerder. En we zien meer gatengraverij door beesten, omdat die makkelijker kunnen graven in droge dijken dan in niet-droge dijken. En of het nou vossen zijn of muizen, dat verergert. Er zijn ervaringen met reparatiemethoden die ook wel werken, zoals frezen en zo, maar wel met het nadeel dat als je dat doet, dat je dan 3 jaar moet wachten voordat de grasmat weer op orde is. Die kennis zou gedeeld kunnen worden. Bij de vraag over het ontwerp kwamen de rigoureuze uitspraken als van stop met het bouwen van kleidijken. Maak ze voortaan van zand. Ik ben niet zeker of dat geen andere problemen gaat opleveren, maar dat is in ieder geval wel een duidelijk advies. En een vierde punt, ook erg interessant. Er is ook een kennisontwikkelingsspoor gestart bij Hollands Noorderkwartier naar biodiverse vegetatie. Wat een 3-jarige pilot wordt om te leren omgaan met wat minder droogtegevoelige soorten. En, er zijn allerlei detailopmerkingen over te maken, die hebben we ook opgeschreven. Maar, ja. En zo waren er nog een paar opmerkingen, die ik nu even laat liggen. Maar een leuke oogst. Het belangrijkste is, van wat heeft de groep aangegeven? Wat is het antwoord geweest op de vraag, hoe beïnvloedt de droogte mijn dagelijks werk? Ja, meer inspecties, meer beheer en onderhoud, andere protocollen nodig, ander ontwerp, net wat ik net gezegd heb. Oké, super. Dankjewel van deze terugkoppeling van groep 1. Ja. Groep 2, phreatisch grondwater in regionale keringen. Bart, de groep waar wij in zaten, ook mooie discussies. Even het woord aan jou. Ja, we hebben een leuke sessie gehad. Kwamen erachter dat waterhuishouding toch wel een samenhang is van complexe processen, gewas, oriëntatie van de dijk, ondergrond, kwel, van alles speelt een rol. Dus dat maakt het lastig bij regionale keringen om, om op de juiste plek te gaan inspecteren, omdat er gewoon zoveel variatie is. Tegelijkertijd, dat we inspectie op dit moment vaak doen op basis van ervaring en kennis van de inspecteurs. En dat daar misschien wel hulp bij kan komen vanuit monitoring. Volgens de mensen in onze sessie mist er wel wat kennis, dat we daar kennis moeten gaan ontwikkelen en die kennis moeten gaan koppelen met die ervaring in het veld. Vragen rond drempelwaardes en tijdschalen van wanneer moeten we nou gaan inspecteren, die leven daar wel. En wat ik wel een mooie uitkomst vond, opmerking,
is dat droogte een plek moet krijgen in de reguliere bedrijfsvoering van de waterschap. En niet dat het incidenteel is als er een droge zomer is, maar dat we continu daar waakzaam voor zijn en klaar voor zijn. Dankjewel. Dankjewel voor die terugkoppeling. Groep 3, de rol van de vegetatie bij droogte. Dan kijk ik naar Peter of naar Jasper. Nee, dat zal Peter. Ik dan proberen. Waar het bij ons over ging, sluit eigenlijk heel mooi aan bij, bij de vorige twee. Met name de bodemopbouw en de rol die vochtleverantie daarin vervult. En dat gecombineerd met eventueel het maaitijdstip of het bewijdingstijdstip, dat werd bij ons als een van de belangrijke facetten bepaald. Hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Hoe bepaalt dat vervolgens wat we ermee kunnen en ons werk in de toekomst? Daar kwam eigenlijk een antwoord. Wellicht verschillende beheervormen per stuk dijk of per soort dijk. Kijken naar toch naar ontwerpinstrumentaria. Kun je iets met hoe de toplaag ontworpen wordt, de dikte daarvan met name. En een belangrijk kwetsbaar punt, de overgangen. Daar denken we dat we toch wel kennisontwikkeling nodig hebben, omdat dat onderkend wordt als iets waar het vaak misgaat, maar waar we eigenlijk nog relatief weinig van weten. Dus hoe beïnvloedt dat ons werk? Ja, ook weer op die drie aspecten. Met name je beheer en onderhoud aanpassen hierop, anticiperen erop en een stukje ontwerpinstrumentarium, beoordelingssystematiek, waar wat werk te doen valt en dus een kennisontwikkelingsvraag daarbij. Ja, helder. Het hele palet roep ik dan maar. Inderdaad. De laatste, de faalprocessen bij verdroging. Henk, Bart, wie van jullie? Ik kan wel een terugmelding geven van een goede inbreng over wat we niet weten in de faalmechanismen. Henk had een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat je schades kunt hebben die je helemaal niet wist of herkende. In een discussie vond ik een hele aardig terugkomen van als je een dijk hebt die op verschillende zandruggen liggen, zou die best een keertje op die zandruggen gefixeerd kunnen zijn. En daartussen niet. En als er dan krimp optreedt, zou je misschien daartussen scheuren kunnen krijgen. Nou, dat is voor mij iets waar we echt naar kunnen gaan kijken op de geologische kaart, of dat proces zich voordoet. Dat elk voordeel of elk nadeel een voordeel heeft, dat de droogte ook kan leiden tot extra consolidatie en daardoor extra sterkte in de dijk, moeten we ook niet vergeten. Hè. De droogte hoeft niet altijd negatief te zijn. Maar toen we het hadden over wat betekent voor ons dagelijks werk, dan is het toch wel moeilijk eventjes. Eigenlijk was het ook wel zoiets van, moeten we onze ontwerpregels niet zodanig aanpassen dat we wat meer robuuste dijken krijgen die bestand zijn tegen droogte. Maar ook wat een voorbeeld over een drainage in het teen van de dijk, om een dijk gewoon echt goed nat te houden. Dus niet een drainage van het water, maar juist het water erin te brengen. En toen was er een voorbeeld van, maar in het verleden hebben we dijken gehad die dat hadden. Dus weten wij eigenlijk nog wel in het verleden wat we deden? En zouden we daar niet veel meer van moeten gaan leren? En dat ook in de ontwerpregels moeten gaan opnemen? Van hoe ontwerp je een droogte, robuuste dijk? Een droogte, robuuste dijk. Een mooie term. Als ik er zo naar luister, hebben jullie goede gesprekken gehad in al die bijeenkomsten. Bart, jij als mede-initiator van deze bijeenkomst, om dit onderwerp op de agenda te kijken, wat is jou het meest opgevallen van wat je net eigenlijk uit die terugkoppeling hebt gehoord? Oei, dat wordt een gewetensvraag, een hele moeilijke. Ik vond eigenlijk de term reageerde al bij Delfland, is het al zo, dat je droogte eigenlijk in je normale proces moet verankeren als organisatie. En daarmee dus ook richting geeft aan je inspectieprocessen, de ontwerpprocessen, dat je daar veel meer van bewust gaat worden, dat ook een dijk die versterkt gaat worden, dat je daar op let dat de droogte er invloed op gaat hebben. Vond ik wel één die voor mij uitsprong. Ik denk van dat moet belangrijk zijn. Ik weet, dat is een hele proces. Matig, hè? En dat is ook al makkelijker natuurlijk om op te pakken. Maar ik denk dat het daar misschien wel mee begint. Als iedereen in besturen van waterschappen, maar ook bij Rijkswaterstaat,
of bij gemeenten zich bewust wordt dat droogte niet iets is wat verdwijnt en zo nu nog oppopt, maar eigenlijk een onderdeel wordt van een normaal proces, dat je daar al een aardige slag in gaat slaan. Oké, super. Dankjewel. Mooie samenvatting, denk ik, van wat we vandaag hebben met elkaar. We hebben vandaag vooral stilgestaan bij hoe beïnvloedt de droogte mijn werk. We hebben een aantal aspecten aangestipt. En Bart die vroeg me al aan het begin, is er behoefte op die onderwerpen om daar wat dieper op in te gaan? En hebben jullie behoefte op webinars, dat er webinars of seminars georganiseerd worden waar we daarop in gaan? Nou, dat is jullie laatste taak voor we echt gaan afsluiten. Ik heb die vraag nu in de chat gezet. Zou je het op prijs stellen als wij de winter, als we in de winter verdiepende seminars organiseren? En je hebt twee antwoorden, een ja of een nee. Maar het is ook wel leuk om te weten, als je behoefte aan verdieping hebt, op welk onderwerp je dat hebt. We hebben het jullie heel makkelijk gemaakt. Ik zou zeggen, denk even na, lees de vraag en typ een cijfer in de chat. En druk op enter. En als je er meerdere hebt, dan mag je er natuurlijk meerdere invullen. En de eerste komen al binnen. Heel mooi. Ja, ik zie nog geen zessen opduiken, dus dat geeft aan dat wij met onze workshop vandaag blijkbaar toch een onderwerp te pakken hebben, wat ik dan maar een levend thema noem. Hè. Dat is ook weer zo'n mooie managementterm, maar levende thema's zijn wel de thema's die Theo zegt het, ik zeg wel een zes, zie je eerder. Maar ze schiet voorbij, Theo. Dus, en Marcel zegt, goed voorstel, maar let even op dat extra onderzoek en gegevensverzameling nodig dan is. Oh, Theo zegt nu, sorry, 5. Ja. Ja. Ik was al verbaasd, Theo, om hier te zijn. Ik had van jou geen 6 ook niet verwacht. Maar ik zie heel veel 3'en en 1'en ook voorbij gaan. Dus de 3'en is de vegetatie, hè? En de 1'e was... De 1 was de dijkbekleding. Dijkbekleding, vegetatie. Ja, ja. Dat, als ik er naar kijk, heeft dat heel veel belangstelling. Ja. Dus dan kijken wij heel mooi naar onze grasregisseur. Ja. Peter, dan ligt er ook nog een schone taak voor de komende tijd om hiermee aan de slag te gaan. Mooi. Deze winter misschien net wel vroeg, maar... Ligt eraan hoe lang die duurt. Maar dat is misschien ook in relatie tot een ander onderwerp. Hopen we dat die kort is. Oké. Hey, het is 3:30. Dank aan jullie voor jullie bijdrage. Voor jullie luisterend oor. Dank ook dat we gewoon binnen de tijd af kunnen sluiten. En van deze sessie. Er volgen er nog 2. De volgende is op 19 november. Dan is er een kennismiddagochtend inspectie waterkeringen rondom het thema asset management en risicogestuurd onderhoud. Ik ga ervan uit dat de verdere aankondiging op de STOA site te lezen komt. En wil jullie voor nu bedanken voor jullie inbreng en jullie bijdrage. En ik wens jullie een hele fijne middagavond toe nog. Tot de volgende keer. Dag. Allemaal bedankt. Dat is wel leuk. Hoe ging Henk? Hoe ging jouw sessie? Henk is natuurlijk al lang naar huis gegaan, of niet? Ah, Henk is meteen vertrokken. Die is vertrokken.
Ik ben natuurlijk nu in dienst van Rijkswaterstaat, dus dan kan ik geen antwoord geven aan SCOA. Nee, maar dat geeft niet. Je betaalt de helft van je eigen geld. Deze sessie wordt volledig door Rijkswaterstaat. Hij wordt 50-50 ja. betaald. Nou ja, hoe ging je eigen sessie? Ik vond het zelf wat tannig. Bart en ik vroegen ons ook af wie er... zijn wel uitgeschakeld trouwens, maar een geluid... Oh, de meeste wel, volgens mij. Nee, maar we vroegen ons wel af wie er van de deelnemers echt hands-on te maken had met de faalmechanismen. En het buiten inspecteren erop en het leggen van de koppeling met de faalmechanismen. Dat, ja. Omdat er één of twee tussen zitten die er wel goed in waren. Ja, dus inderdaad, ik denk een drietal die veel reageerden en de rest die bijna niet reageerden. Ja. En dat kan. Ja, er zaten een aantal echte inspecteurs bij, maar er zaten ook redelijk wat beleidsmensen bij, zeg maar. Dus dat is altijd lastig, hè, van dat soort dingen. Ja. Bij ons was het wel trekken en sleuren en zelfsuggestieve voorstellen doen waarop dan wel gereageerd werd. Roy Hendricks deed uitermate zijn best om wel dingen in te brengen, want die wilde echt wel bijdragen. En we hadden gelukkig Jan die goede inbreng had. Maar het ad rendem pakte voor ons misschien net iets verkeerd uit in onze groep. Ja, nou ja, dat is een van de vragen, hè? Want Arjen, jij zit weer te lullen met Martin, maar en je mond vol natuurlijk. Maar hoe ging het bij jullie? Ja, ze hebben chocolaatjes in de zaal. Man, die zit alleen maar te vreten, die jongen. Dat is echt, hij heeft niet in de gaten dat ik hem zie, maar hij zit echt de hele tijd te vreten. Dus, Hij kan het hebben. Hè? Kan je ons horen, Arjan? Hoor je ons? Zit hij weer te water? Dan gaat hij straks weer waterpolo. En dan zegt hij, ja, dan ben ik het weer kwijt. Nee, helemaal mooi. Hij reageert helemaal niet. Hij is muted. Ja, maar hij heeft ook het geluid uitstaan, denk ik. Ja, maar dat is denk ik wel lastig, hoor. Met hoe krijg je de juiste mensen bij de juiste groepen, zeg maar. Ja, vorige week kwamen we dus tot de conclusie dat je eigenlijk dit ontwerp al helemaal aan het begin had moeten hebben. En dan hadden mensen kunnen intekenen op een workshop. En dan had je meer eruit gehaald. Maar ja, tot die conclusie kwam ik te laat. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. Dan is dit second best. Want we hebben het erover gehad van, hoe ga je dat doen? Zij ook, ja, het is gewoon niet te doen om mensen op het allerlaatste moment in te delen. En dan moet je het echt aan de voorkant, moet je een inschrijfformulier maken waarbij je zegt van, zoals ik bij de KNS-dagen van Rijkswaterstaat, hè, dan mag je invullen wat jij in de eerste ronde wilt, wat je eerste keuze is, wat je tweede keuze is. En dan maak je gewoon echt een indeling van tevoren. En dat kan wel helpen. Aan de andere kant hebben wij meegemaakt, Bart Strijker en ik, dat mensen zeiden van, goh, ik kwam bij het onderwerp phreatisch grondwater en dijking en denk, ik heb hier niks mee. En vervolgens met een collega of een streekgenoot via een tweede lijntje met elkaar in gesprek ging over van, hey, deze resultaten, wat doen die nou voor de zanddijken in plaats van al die dijken in het westen van het land? Dus dat geeft wel een vernieuwend inzicht soms. Ja, nou, ik zat bij vegetatie willekeur, bij Peter Boon en zo. En af en toe is het ook wel trekken, maar je ziet wel dat de onderwerp, en vuilmechanisme is denk ik gewoon ook een lastiger onderwerp, hoor. Daar was redelijk wat respons op. Nee, maar ik denk ook, het resultaat goed, ik denk ook een grote opkomst. Je zag wel lopende de voortgang van de workshop in dalen, maar ik geloof dat uiteindelijk hadden we toch 60. Nou, rond het einde denk ik, dat kan een stuk slechter. Ja. Rond 3 klapte er een hoop uit, zeg ik. Dus ja, dat is ook logisch. Maar, Ja, maar kijk even naar Babette. Met hoeveel begonnen we? Nou, net boven de 90. 93? Ja, oké, net boven de 90. Ja. Dus toen... Nee, ik denk dat wel het punt is, zeg maar, wat we wel eerder benoemd hebben, is van ja, het wijzigen van zo'n blok, zo'n tijdslot, dat heeft best een behoorlijke impact. En mensen, hoe goed je je best ook doet, mensen krijgen dat niet
Nee. Nou, in ieder geval... Voor mij is het een goede sessie dit. Als ik ook kijk wat voor belangstelling is voor de webinars hierna en op de onderwerpen die specifiek genoemd zijn. Ja, dat geeft natuurlijk ook wel een verplichting aan ons om natuurlijk iets te gaan organiseren. Maar de animo is ervoor. Dus, ja, want vanochtend was de DigiChef ook over de droogte, maar die hadden er 29. Dus weet je, het gaat niet om een concurrentie tegenover elkaar. Hè? Dat was ook wel heel anders ingestoken. Maar ja. Weet je, normaal hebben we die workshops daar in Burgerzoek. En dan ben je blij als je de 30 in een zaal hebt zitten. Dus, ja, klopt. Dit is wel je... Ja. Je bereikt wel veel meer mensen dan dat je anders zou bereiken. Ja. En ik vond het netjes gedaan. En ook de hiccup hebben jullie ook voor mij heel netjes opgevangen. Ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar het was binnen een paar minuten was het probleem hersteld. Dus dat Babette heeft waarschijnlijk met gouden vingertjes lopen typen. Maar ik weet niet hoe ze het... Maar dat ging wat was het? Hiccup? Ik heb geen hiccup meer. Je hebt het niet eens meegekregen. Ik heb het niet meegekregen. Wel. We hadden hooguit één iemand die in onze groep moest zitten. Dat, maar... We hadden twee hiccups, Ludolf. En de eerste weten we niet waar die aan ligt. Maar ineens was Babette, die was alles kwijt. En die kon mij geen eens meer host maken. En op een gegeven moment was ik toch host. Gelukkig, hè. Want het andere wat had kunnen gebeuren is dat gewoon iedereen eruit geknald wordt. Ja. En dan moet je maar afvragen wie er weer terugkomt. Dus dat was de ene. En de andere, maar die reken ik mezelf even aan, is we hebben van de week wel gesproken over Sophia en een tolk. Ja, die kreeg ik ook door, ja. En ik heb niet scherp gehad, ook helemaal niet bedacht, dat Sophia en die tolk, dat die in een bepaalde groep hadden samen in een groep ingedeeld moeten worden. Ik had niet eens helder dat die tolk ook mee deed in deze sessie. Ja. Ik heb het gewoon onvoldoende doorleefd van en gevraagd van, wat betekent dit? Want als we dat geweten hadden, dan hadden we gewoon haar gezegd van, oké, Sophia en die tolk die gaan naar die groep toe. En dan was het opgelost. Maar het is, ja, dat is dan een leerpunt voor de volgende. Want wat hebben ze nu gedaan? Hebben ze allebei uitgelogd en ingelogd weer? Nee, Vanessa heeft nog een keer uitgelogd en is toen weer opnieuw toegelaten. Halverwege de eerste ronde. En dat was halverwege de eerste ronde. Ja. We hebben Sophia echt even gezegd van, vind je het ergste te starten? Nee, zegt ze, begin maar. Excuses. En van mij kon ze wel mee dealen. Maar het is net even jammer voor haar. Ja. Ik denk dat voor ons allemaal, hè, van joh, even met Sophia gewoon even denken van, hey, wat heeft dit voor consequenties in de uitvoering van je programma en in dit geval het toedelen van mensen aan zo'n ruimte. Nou, als we even evalueren, ik had last, of wij hadden last eigenlijk, van dat je met twee laptops zit en dan moest de een het geluid uit en de ander geluid aan en dat ging echoen en dan deed hij weer uit en begon niemand te praten. Oh ja, iemand moet nu weer... Dat zou wel fijn zijn als we daar een oplossing vinden hoe je dat dan doet technisch. Want dat was, nou ja, aan de andere kant heeft dat ook wel zijn charme. Iedereen snapt natuurlijk dat je een beetje zit te plooien en niemand valt erover. Maar het vraagt wel een hoop energie en aandacht om het ook goed te doen. Ja, ik vind het ook lastig hoor. Maar ja, als ik zat met Peter en Jasper, die hadden ook zo'n gedoe. Maar ja, weet je, het lost er ook wel weer praktisch op. Hè? Het geeft ook wel weer een soort... Ja, of je moet iedereen echt met refermicrofoons en dan moet er een geluidman met een mengpaneel bij. Dat is ongeveer de enige alternatief. Ja, of je kookt het tegen uiltjes, hè? Maar daar wil je ook niet aan, denk ik. Nou, dat kan ook. Dus, maar het is iets om over na te denken. Van, zijn de technieken om dat makkelijker te maken of niet? En zijn die ook betaalbaar? Of moet je gewoon accepteren dat het een beetje... Ja, dus dat was een dingetje. En Babette, ik ben vergeten, ik heb wel opgenomen, maar ik ben vergeten de opname weer te stoppen. Dus dat neemt dan alles kwijt. Als jij nu uitlogt, en dat kun jij, want jij blijft hier gewoon nog in, dan gaat hij waarschijnlijk bij jou op je... Oh, als ik nu stop, gaat hij nu op slaan. Ja. Dus dan is mijn hele sessie nog...